Ik denk dat het dodo strand niet op het menu staat vandaag. Oh, maar kan je het morgen dan niet proberen? Alice en ik beginnen met de baklessen morgen. En ik moet er zijn voor onze leerlingen. Ik denk dat zo Cookies vrijdag verkruimelt. Arme Cookie, nu is ze wel heel erg verdrietig. Helaas kunnen we het strand niet naar de bakkerij halen. Misschien kan dat wel. Ik denk niet dat we dat hele strand door deurknop geperst krijgen. Hij heeft gelijk. Ik kan mensen naar plekken brengen, maar niet plekken naar mensen. Sorry. Plus, waar laten we dan al dat zand en water en schelpen en... Maar we halen niet het hele strand, alleen maar Cookies favoriete plekje. Kom mee. Dit is het zoetste zand dat ik ooit heb geroken. Dat komt doordat het bruine suiker is. Ham. Ik heb dit eerder gezien. Oh, hoe kan ik dat vergeten? Het lijkt precies op mijn favoriete zanddolhof op het Dodo-strand. Dat dachten wij ook. Volgens mij wordt het nu al behoorlijk stranderig. En ik heb nog een Dodo-strandactiviteit die je echt omver zou blazen. Hier zijn we. De perfecte plek voor een beetje waterskiën. Maar er is geen water hier. Maar kijk! Ik doe de schoolslag! Woehoe! En Cookie kan waterskiën, maar wel met een beetje hulp. Oké, dit boek is klaar om van de plank te vliegen. Woehoe! Rond en rond, watervlieger! Cookie, je gaat echt als een speer! En wat flinke draaien en wendingen. Cookie is zeker een boek dat je niet weg kan leggen. Nou, is ons Dodo-strandrecept geslaagd of niet? Jullie gaven me een geweldige dag. Ik bedoel, één voor in de geschiedenisboeken. En volgens mij was er alles waar ik van hou van het Dodo-strand. Denk ik toch. Wat is er, Cookie? Ja, ik kan er mijn boekenlegger niet op leggen, maar het is gewoon... Het voelt alsof er nog steeds iets mist. Het Dodo-strand had een specifieke smaak. Maar geen tijd om te bedenken wat het was. Ik moet me klaarmaken voor de baklessen van morgen. We moeten nog een recept uitkiezen. Er is nog één laatste ingrediënt dat mist van ons Dodo-strandrecept. Maar wat kan het zijn? We hebben alle favoriete dingen van Cookie gedaan. Wow, het is moeilijk om na te denken op een lege maag. Oh, ik heb echt trek in een snack. Alle baksels, wacht eens even. Misschien is dat het. We hebben Cookie wel van het Dodo-strand laten proeven. Maar wat is een dag op het strand zonder een snack? Ik dacht dat dit schelpen waren. Maar kijk, dit moet wel Cookie's favoriete Dodo-strandsnack zijn. Wacht, bedoel je dat Cookie schelpen aan het eten is? Hollende hoedjes! Dat zijn geen schelpen, dat zijn kabbelkroms. Wat zijn kabbelkroms? Nou, het lekkerste lekkers van de Dodo-strand. Woesh! Misschien zijn kabbelkroms het missende ingrediënt voor Cookie's vrije dag. Die specifieke smaak waardoor het hele recept samenkomt. Volgens mij moeten we flink aan de slag. We beginnen!